Begin augustus maakte Hans Nijland bekend dat de Oosttribune in Ureborg is vernoemd naar clubicoon Piet Fransen. Bij die gelegenheid werd ook aangekondigd dat de Noord- en Zuidtribune een passende naam uit de 40-jarige historie van de club krijgen. Dat betekent dat een ieder eh, ja, namen in mag brengen. Dat mag zijn van, eh, van oud-spelers, trainers, hè, kortom mensen die heel veel betekend hebben voor, uh, voor FC Groningen. En ieder die suggesties heeft voor de namen kan die aandragen middels een speciaal e-mailadres tribunennamen at fcgroningen.nl We hopen daardoor nog wat meer uh, historie eigenlijk ook uh, te creëren hier in het uh, prachtige nieuwe Euroborstadion. Op vrijdag 30 september maakt FC Groningen bekend wat de top 5 is van de meest aangedragen namen. Vervolgens mogen zeg maar de seizoenkindhouders van zowel de Noord- als ook de Zuidtribune hun stem uitbrengen ja, op hun favoriet. En wanneer worden de namen dan definitief bekend gemaakt? Die maken wij 23 oktober bekend rondom de wedstrijd tegen FC Twente en uh, bij deze wedstrijd zullen wij ook de Piet-Franse tribune onthullen. Dus 23 oktober. Noteren in de agenda een hele belangrijke datum.